So Kai, I just saw this fantastic film, or a little documentary, about a man in India who planted one tree, and during 40 years he took care of that one tree and all the other trees and all the jungle that was created from then, just from that one act of planting a tree. And now there's elephants roaming around and tigers and all sorts of cool stuff just by that one act. What would you do to help our planet? I think something that you like to do as well, eh? Something that you're really good at and that can help the planet. Weet eigenlijk niet zo goed wat ik eigenlijk moet doen. What does the planet need? Minder vervuiling. Okay, have you got an idea about that? Elektrische fabrieken. Okay. Fabrieken die geen rook maken. Explain. En geen verwarming, maar van die elektrische lampen, soort van warmtelampen, in plaats van verwarmingen. Want dat is veel beter, want door de verwarming dan komt er allemaal rook uit de schoorsteen. En ja, en meer zonnepanelen. And when you grow even older and bigger, would you like to do something about that? Ik weet het eigenlijk niet. Because once upon a time you said you wanted to be an inventor. Uh-huh. Like you invented the... Bioloog. Bioloog. That should help. Uh-huh. En ik ga dieren beschermen. How? Dat weet ik niet echt. You'll find out. Ik ga er camera's opzetten. Hele kleine camera's. Die filmen wat er gaat gebeuren. Dus als er bijvoorbeeld een dier dood wordt gemaakt met de camera erop. Dan wordt en de stroper die hem doodmaakt. Dan filmt die camera dat. En dan als de mensen een dood dier vinden. Dan kunnen ze altijd een cameraatje erop vinden. En die cameraatje sturen ze dan naar... dierenbeschermers en dan zien ze een filmpje van de stroper die hem doodmaakt. And what should we do with that poacher? In de gevangenis. Is there another way? Hem beter maken. Yeah, is there another way of getting him to understand, or her, that it's not okay to poach? Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Hij gaat naar therapie. En wat wil de therapie doen? Die vertelt wat de dieren voelen. Als jij een van hun doodmaakt. Maybe he can help along with the animal protection. Dat kan. As part of his jail time. Mm-hmm. How would that help? Heel goed, denk ik. Dan leert hij omgaan met dieren en zo. En niet dieren doodmaken. Yeah.